Je moet er zo'n stuk of 10 maken nog, hè? Nee, serieus? Ja. Hallo! Tof dat je kijkt. Vandaag ga ik je laten zien hoe je lekkere gerechten kan maken voor je vakantie in eigen achtertuin. Ik ga ervoor naar Sascha en Vincent. Ja, en die hebben elkaar geloofd of niet leren kennen in de Albert Heijn. Ja, daar moet ik meer van weten. Let's go. Hey. Sascha en Vincent. Ja, klopt. Jullie zijn al, ondanks het moi moi, weer al aan het genieten van de vakantie in de achtertuin. Ja, zeker. Ik ga dat vandaag een beetje upspicen. Maar eerst wil ik even weten, jullie hebben elkaar echt leren kennen in de Albert Heijn. Ja. Hoe? Nou, ik was met een goede maat van mij, was ik in de Albert Heijn. En ik zag Sascha daar staan, maar ik durfde helemaal niks tegen haar te zeggen eigenlijk. Dus ik liet gewoon gaan. De volgende dag toevallig zag ik haar alweer. Dat is nou, dat is wel mijn kans om drie keer er wel met haar te praten. Dat is gewoon een romantische film. Ja. Wat zei je? Nou, was gewoon, hey! Ja, dat zag ik afgelopen, gisteren. Ja. Ik ging wel naar samen naar kast toe lopen en vanaf daar nummers uitgewisseld. Echt meteen, bam! En dezelfde dag ook nog afgesproken. Een zomer zonder zwemmen, kan niet. Dus ik heb een zwembad, die mag jij dadelijk op gaan zetten. Dat komt helemaal goed. Oké, heb je er een beetje zin in? Zeker weten. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Met dit gerecht haal je namelijk echt meteen de zomer in huis. Paella! We zitten gewoon in Spanje. Viva España! Olé! Ja. Heb je wel eens paella gegeten? Ja. Heb je het wel eens gemaakt? Nee. Het is eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Het is een paar stapjes die je gewoon even goed even moet weten. Dan gaan we alles in één pan maken. Ja. Je zou dingen ook componenten ook los kunnen maken, maar ik zeg gewoon in één pan. Zo is een paella ook eigenlijk bedoeld. We gaan eerst iets doen waar we heel weinig voor hoeven doen. Dat is namelijk die visfond die we hebben. Ja. Er gaat wat safraan in. De oorsprong van de paella is een mooi verhaal. Weet je wat er eigenlijk in een paella hoort? Nee. Konijn en slakken. Eigenlijk is die nieuwe versie die wij kennen, puur om het toerisme weer aan te trekken in Spanje, aan die kustplaatsen. En die tomaten, dus die kleur, dat het dus dat rood is en dat gele, dat is eigenlijk puur om de Spaanse vlag. Dat toeristen denken, oh wat gezellig, dit is echt Spaans. Tomaten gaan we plisseren. En plisseren is inderdaad in water, kokend water even houden, klein kruisje erin zetten. Dus laten schrikken in koud water en dan kun je het velletje er makkelijk afhalen. Dus als jij die even voor mij kan pellen. Ja. En daarna mag je die op die blokras gewoon even gewoon helemaal kapot raspen, die tomaat. Eerst de garnaaltjes doen. Die garnaaltjes ga ik even kort in die pan bakken met een klein beetje olie, een klein beetje knoflook. Gewoon echt totdat ze net gewoon mooi roze zijn en dan haal ik ze eruit. Zo, lekker bezig. Goed, hè? Oh, jee. Kijk eens. Dus feest weer helemaal afmaken. Ja, je hebt gelijk. Ik moet er ook gezellig uitzien. Is goed. En de garnalen is eigenlijk klaar als ze gewoon aan beide kanten mooi roze is. De pan kan gewoon op het vuur blijven. Gewoon die hitte erin blijft. Ja, precies. Dus het moet niet schoon te maken, want die knoflook zit er mooi in. Uitjes dus aanfruiten in die mooie olie. Dus waar we die garnaaltjes in hebben gedaan met die knoflook. Nou, gaat dit allemaal alsnog te snel. Klik dan even boven in beeld op het paella recept. Dan kun je het even rustig nalezen. Gaat goed? Ja. Improviseren. Even folie omheen gedaan. Mm-hmm. Dan hou je de warmte beter. Het is een grote pan en we staan buiten en hou je de warmte goed vast. Dat doen ze in Spanje ook zo. Dit is mooi aangefruit, dus de ui, de knoflook, de paprika. Mag ook jouw tomaat daarbij. Mm-hmm. Een goede snuf gerookt paprikapoeder. En ook die rijst ga ik echt even aanbakken, een beetje glazig bakken. En dat doe je eigenlijk zodat die poriën een beetje open gaan staan. Als die glazig is, dus een beetje doorzichtig wordt, neemt hij daarna beter het vocht op. Gaat hij wel lekker, Vincent? Ik vond jou, volgens mij is jouw actie in Albert Heijn sneller geweest. Nou echt. En deze, maar eigenlijk alle zomerrecepten kun je vinden op ah.nl/allerhande. Oké, de pomp zal nu handig zijn. Sorry. Ik heb een pomp. Het is... Toch wel. Sorry, ik wilde gewoon even kijken hoe sterk je was. Vroeger was het zo hè, dat je mosselen alleen maar kon eten als er een eg in de maand zat. Is gewoon niet meer. Natuurlijk is er een periode dat je geen mosselen kan eten, tenminste niet in Nederland. Want ja, dan moeten ze voortplanten. Ja, precies. Nou ja, wat ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Ja. Eigenlijk gewoon een alternatieve deksel. Mm-hmm. Zo'n grote paella-pan heb je bijna geen deksels voor. Nee. Dit werkt prima.
Lukt het? Ja hoor, zeker. Paella moet je eigenlijk niet opscheppen. Paella moet je gewoon zo, hop, op tafel zetten. En dan maak hem af met die garnaaltjes. Voilà. Ja. Zo. Ik heb een nieuw sous-chef. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Super. Helemaal. Dit is echt een totaal andere kant op, maar ook net zo zomers. Ik ga spring rolls maken, maar dan soft spring rolls. We gaan beginnen eigenlijk met de tofu. Dat is eigenlijk het enige element in dit recept wat gebakken gaat worden. Zit je ontspannen? Jazeker. Wil je nog iets te lezen? Ja, doe maar. Dan is lekker bladeren. Dank je. Het staat vol met zomerse recepten. Ik voeg alleen een klein beetje zout toe. En ook als je dit super simpel, heel erg zomers frisse gerecht wil maken, klik gewoon even op de button en lees het recept na. Het is de moeite. Kijk, en dit is nu de vegetarische variant. Persoonlijk mijn favoriet. Maar je zou hem ook met garnalen kunnen doen. Zelfs met zalmblokjes of met een beetje gerookte kip. Alles kan in die spring roll. Dat heb ik al met tofu. Er komt heel veel vocht uit. En daarom moet hij ook altijd, als je hem bakt, echt op hoog vuur. Dat vocht verdampt, want dat wil je. Want het is inderdaad een vrij nat blok. Ja, precies. Schaaltje. Een beetje rietsuiker erin. Ongeveer 2 eetlepeltjes. En dan de vissaus erbij. Dus nu gaat die suiker gaat nu een beetje oplossen in die vissaus, in die water. Die limoen gaat zijn werk doen, die siree gaat zijn werk doen. Nou, dan heb je echt dadelijk een super fijn fris dipje voor de spring roll. Dan gaan we nu echt het bouwen doen. Ik ga er eentje voor doen. En ik vind eigenlijk, daarna mag jij het allemaal gaan maken. Oké. Okay. Ja? Dan neem je een vel. Leg je gewoon even in het water. Ik doe altijd net voordat ze echt heel zacht zijn, ga ik beginnen. Wat blaadjes, koriander, plak ik er tegenaan. Sesamzaad. Ook wel mooi als je dat ziet aan die buitenkant namelijk. Moet je eens luisteren. Zo. Best krokant, hè? Best krokant. Pak je hem hier op, onderkant. En die zijkantje gaan we naar binnen vouwen. Lekker Aziatische burrito. Ja, en dan zo kun je het ook noemen, een Aziatische burrito. En dit is wat ik bedoel. Dat je dus die koriander terug ziet, die sesamzaadjes, al die groentes. Nee, ik heb het eigenlijk verkeerd voor. Ik heb thuis een kunststofplank. Dit is een houten plank. Wat een beetje vocht aanzuigt, want dat is namelijk een natuurproduct. Dus het beste is even om een theedoek te pakken en die even een beetje vochtig te maken. En het daar op te gaan rollen. Ja. Je hebt het nu gezien? Succes. Is goed. Stel me niet teleur. Komt helemaal goed. Ja. Eerst dit. Vincent. Ja? Af en toe in de camera praten, hè? Ja, nee, nou, je hebt gelijk. In de camera. Moet je hem even helpen misschien? Zal ik hem even helpen? Noem maar. Zo. Ja, zo. Niet perfect. Te veel. Ah, nee. Hij is gescheurd. Rollen. Zo vol. We moeten zo'n stuk of 10 maken nog, hè? Nee, natuurlijk. Ja. En dan heb ik nog eens leuks. Let op. Een Contiki tent. Nou, nu zijn we echt op vakantie. Ik ga nog één dingetje maken, wat moet er gewoon bij, vind ik, een sangria. Wat rode wijn. Sorry. Hoe schrik je me? Ja, ook dat is de zomer. Een wesp. Dat is de Hollandse zomer. Goed wat vers fruit. Deze sangria staat natuurlijk ook gewoon op de site. Wil je die nou maken zonder alcohol? Geen probleem. Gebruik dan druivensap of alcoholvrije wijn. Hey, proost. Cheers. Proost. Op de zomer. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan op dit kanaal. En dan hoop ik je volgende keer te zien. En voor nu, een fijne zomer.